In Temse maakten ze zich zondagmiddag op, net op de fendag, voor de komst van Duffel, die maar al te graag de punten kwam halen in de schoolstraat, al was het maar om ex-speler van KSV Vertongen een plezier te doen. Ik wou hier zelf ook heel graag komen winnen. Er zaten heel wat kennissen in de tribune, dus persoonlijk doet dat nog ook wel een beetje pijn. Maar oké, ik had gewoon Duffel die eerste drie punten willen geven, omdat we die echt wel stilletjes aan gaan verdienen. En nu heb je de trein gemist. Dus we kijken dan volgende week weer om daar de drie punten weer te pakken en het is weer een weekje werken. Het zijn de bezoekers die een eerste maal tot scoren komen, al wordt de goal terecht afgekeurd. Het blijft zo 0-0. Tijd voor de thuisploeg om even de bezoekende goalie te testen, maar hij staat op de juiste plaats en weet de kansen van Temse uit zijn doel te ranselen. Naar de overkant nu, waar Duffel een grote kans krijgt, maar ook deze gaat net naast. We spelen ondertussen 33 minuten wanneer Remorteren de thuisploeg op 1-0 zet. Beide teams krijgen dan nog elk een kans, maar tot scoren komen ze niet. En zo kon de jeugd van KSV voorgesteld worden tijdens de rust en met een 1-0 voorsprong voor de thuisploeg. Duffel komt dan met stevige intenties aan de aftrap van de tweede helft. En we spelen amper 2 minuten wanneer Gabrielli de gelijkmaker kan scoren. 1-1, alles kan herbeginnen. Daar is Koenimbana met de heerlijke dribbel. En wanneer hij onderuit geschoffeld wordt in de 16 meter, is het overduidelijk strafschop. We spelen 49 minuten. En dit is een kolfje naar de hand van Seppe Kil. Hij scoort het 2-1, al was de strafschop volgens de ex-Temse speler Vertongen niet meteen terecht. En dan beslist iemand om daar een penalty voor een correcte tackle te geven. En ja, dat bepaalde de match voor Temse. Ieder zijn mening, denken we dan. Duffel krijgt dan nog wel mooie kansen om de gelijkmaker te scoren, maar die krijgt Temse ook, al gaat de bal hier op de dwarslegger. Ook al speelt Temse niet meteen hun beste wedstrijd en is Duffel bij momenten de betere ploeg, het is uiteindelijk Ntambu die in de slotminuut het verdikt veld en de 3-1 op het scorebord zet. En zo wint Temse de derby, al zal het op de komende speeldag misschien iets beter moeten, al is minder spelen en toch de 3 punten pakken misschien wel beter dan goed spelen en geen punten pakken. We waren ook balverlies, balbezit niet in ons normale doen. In balverlies stond het niet zoals dat het al een paar weken staat. En ook in balbezit waren we veel te slordig in de passing, dus veel te snel balverlies, zodanig dat we het weer achteruit moesten. En ze hebben heel snelle jongens vooraan lopen, Duffel, dus dat was altijd opletten geblazen. Het was een open eerste helft, dat we alle tweede ploegen wel wat kansen kregen. Wij creëren nog de beste kansen. We scoren offside al dan niet, dat kan ik niet zien, maar dat geeft van onze intenties weer dat we echt van minuut 1 de aanval zochten en dat we echt weer wouden de 3 punten halen of toch iets rapen. En de tweede helft ben je gewoon de betere ploeg. Scoor je na 1 minuut, denk je van oké, we zitten in een goede flow. En 1 minuut later ligt de bal op de stip en is terug van nul beginnen. En dat heeft ons wel een beetje genekt. Ondanks dat we nog 40 minuten de betere ploeg waren, dat we kansen creëerden en het Temse niets was, maar één iemand besliste om de match voor ons kapot te fluiten. Ja, je wist ook, we waren gewaarschuwd door een trainer. In de tweede helft gaan die mannen vol 100% er tegenaan gaan. We wisten dat ook, dan ook wat de duels zou verliezen. Dan ook pech van, ja, een beetje van mij, foutje ook. Kan gebeuren natuurlijk, ja. Dat is jammer. Maar die mannen, ik moet zeggen, chapeau wat ze op de mat hebben gebracht. Voor ons ook, we zijn er ook voor gegaan, maar die mannen in de tweede helft waren ze, ja, ik moet toch eerst, waren sterker als ons, maar we hebben het dan een goede einde aan kunnen aan toebereiden.